Daar lopen we hier in het drukke Utrecht. We gaan even kijken of we nog wat kunnen scoren voor de bruiloft. Kijken of ze hier misschien wat hebben. Spiekies, spiekies, weekend. Favoriete kleur groen. Ze hebben zoveel en niks tegelijkertijd. Even zoeken. Tenue de wiel, casual chic. Misschien dat ze wat hebben. Je weet het nooit, hè? Ja, wat voor kleur neem je? Beige is het mooiste. Het is ook allemaal beige kleuren. En maar geen beige jurk? Nee. Kinderafdeling hoeft ook niet te zijn. Geen broeken. En alles is tegenwoordig, zien wij, pakken. Broek, pak. Maar jurk is homa. Is dit de dames gedeelte? Misschien boven of is boven heren? Nee, boven is heren. Zwart, ja, is ook weer zwart. Ja, je hebt hem hier in blauw. Oh nee, is anders. Je hebt hier ook nog, ja, iets in blauw. Maar echt heel veel is er niet. Tot zover de damesafdeling, dus we gaan door naar de volgende. En het is hartstikke druk weer hier, want er is markt. Hele grote kaasvlaggen. Er is markt. Het is koud. Muziek. Het is koud. Het is druk. Ik ook. Ga je naar buiten? Ook. Nou, lekker dan. Maar we moeten nog wat scoren. Ja. Dan maar weer eventjes hier naar binnen. Kijk, er staat in de etalage. Ja. Die crop top. Ja, die doe ik met crop top, ja. Laat ons naar boven gaan. Staat ze zelf gewoon nog daar. We gaan even boven kijken. Wat gevonden. Ja. Geef het helemaal, ik ben helemaal... Kijk eens even. Ga je wel wat leuks vinden. Nou, het was wel. En? Gevonden. Moet alleen maar nog schoenen. Die kant op. Sascha. Hebben we Nelson? Nelson. Binnen? Ja. Kijk, nu hebben we Nelson. Nou, hey. Bijna op de laatste dag geslaagd. Lopen. Dagen. En nu in één keer gaat het achter de lopende, aan de lopende band gaat gewoon één keer goed. Yes, 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 yes. We gaan yes, even kijken. En we hebben het roer omgegooid. We hebben andere boeg ingeslagen, hoe zeg je dat? Andere boeg ingeslagen, ja. Dus met andere dingen. En, nou, tenue de wiel. Tenue de wiel beige, het is. Het past mooi bij de rest. Nu nog hopen dat de blouse erop past. Past wel. Anders is de hele boel klaar. Ik denk dat die past. Ja, ik denk het. En anders maar niet. Ik doe hem er gewoon op. Ja. Kan mij het schelen allemaal. Nou, dan zie je er ook mooi uit. Ik zie niet een broek aan. Nou ja, ik dacht zo'n bruiloft of zo. Precies alles. Ja. Dat is even een broek. Ja, precies. Dit is tenminste nieuw. Helemaal fris. Ja. En dit jasje is ook nog... Ziet er ook mooi uit. Vrij... glimt nog. Goed gedragen nu. Dus dan zien we er allemaal stralend uit. Ja. Op de dag, op zaterdag. Dus als jullie dit zien, dan is het de volgende dag. Ja. Dat we het allemaal aan hebben. En we gaan natuurlijk ook filmen als we allemaal vol ornaat zijn. Ja, en dan zien jullie maandag ja. Het resultaat. Precies. Bij een nieuwe outfit hoort ook nieuwe nagels. Nieuwe nagels. Voor de bruiloft. We gaan altijd hier op Wisselspoor, dat is de beste, hè? Wat zeg je mond? Hier zijn ze de beste. Hier zijn ze de beste in Wisselspoor, bij de nagelhof. Bij David Nails. We maken gelijk even reclame. Het is al jaren hier, hè? We gaan altijd hierheen. Dus of als we in Nederland zijn, gaan we hierheen. En als we in Spanje gaan, gaan we naar de Berga. Dat is een nee van hem. Ja, zou zomaar kunnen, je weet het niet, hè? Weer als nieuw. Nee. Ze glimmen weer, dankjewel.
Ja, ik ben nog niet klaar hoor. Jij bent nog niet klaar, maar je hebt wel eindelijk weer lange nagels. Je bent nog niet klaar. Dus je moet nog veilen. Ja. En dan lakken. Lakken. En dan is het helemaal klaar voor de bruiloft. En je had de blouse erbij gepast. Ja. En die past heel erg perfect mooi. Erbij. Ja. En? Klaar. Helemaal weer netjes. Het is voor jou heel lang geleden. Ja. Zeker een maand. Ja. Dat ik ze eraf gehad heb. Ja. En nou, dacht ik, doe ze pas net voor de bruiloft weer op. Want dan zien ze er helemaal niks uit. En ja, ik ben wel even blij dat ze even eraf waren. Is ook wel even lekker soms, hè? En dan weer helemaal nieuw fresh. En je hebt panties gehaald. Dus ben je straks helemaal klaar voor. Ik heb altijd hele grote. Ik zat net nog te denken. Ik denk, ja, pak ik weer die hele grote. Maar dat vind ik fijn. En dan kan ik ze onder mijn oksels optrekken. Blijven ze goed omhoog zitten, dan trekken ze niet naar beneden. Anders gaat de trek in je kruis en dat vind ik ook zo vervelend. Oeh! Een krap in de hoekie. Ja. Eén keer naar boven. Heel vervelend. En we gaan zo even naar... gaan we even cake bakken. Of brownie bedoel ik. En muesli koeken. En appelcake. Allemaal. En dan gaan we even naar... Frans en Meloes Duits brengen. Ja. Want die zijn druk met het boek. Heel druk. En die vinden het geweldig om te doen. En die kunnen ook niet wachten op het kookboek. Dus we zijn als een gek door aan het schrijven en koken. Ja. Dus we vragen stiekem of ze ook even wat willen vertellen in de volgende vlog. Ja. Hoe leuk is dat? Nou. We hebben gewoon wat ontvangen. Wordt er gewoon weer een pakketje bezorgd bij ons. Hoe lief. Hoe dan? Ik denk dat er wordt ineens geklopt aan de deur, hè? Ja, we komen net terug van Frans Duits en Marloes. Gaat supergoed. Heel erg enthousiast. Marloes vindt het helemaal geweldig. Heel enthousiast inderdaad. En dan komen we thuis en krijgen we gewoon een pakketje. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd, Demi. Moet je hem even openmaken? Ja, ik ga even jou filmen, wacht. Even kijken. Makkelijk papier. Zet even mijn bril op. Dus er zit even een schoenendoos in zit. Feeling good shoes. Zal het toch geen schoenen zijn? Het zal geen schoenen zijn, denk ik. Maar dat is wel een hele leuke doos. Even kijken, schaar erbij. Hij zit helemaal dichtgeplakt. Ja. Jeetje. Wel een mooie doos. Ja, hè? Igor. Deze. Igor. Deze. Zet de Igor op? Ja. Deze schoenen moet ik ook nog eens op deze site even kijken. Feel good shoes. Oké. Maar kijk hier. Ik weet het nooit. Hier moeten we hier doen. Ja, ook. Want dit is de klep. Oh ja, tuurlijk. Aan beide kanten. Oh. Dan zet ik hier helemaal op. Zo, oké. Okay. Huh? Spannend. Wat is dat dan? Een kaartje erbij. Elisa, Daniel, Demi, Jurgen. Kewapo en Luna. Oh. Nou. Oh, ik denk dat ik het... Oh. In iedere traan van verdriet... glinstert er een mooie herinnering. Oh. Zo lief. Oh, wat een mooi handschrift. Jeetje. Lieverds. Omdat het afscheid van intens lieve bijzondere Spike een plekje waardig is waar zijn lieve snoet jullie kan aankijken. Ik leef met jullie mee en weet helaas uit ervaring hoe zwaar het is om afscheid te moeten nemen van een geliefd diertje. Lieverds, ik hoop dat jullie er een mooi plekje voor zullen vinden. Hele dikke lieve knuffel van Jul uit Beerserveld. Nou, ongelooflijk. Zo lief. Mooi kaartje ook, zeg. Ja, dit is echt niet, kijk, dit is onbeschrijfelijk. Dit is een fotolijstje. Oh, ik... Niet huilen. Nee. Oh, kijk hoe mooi.
Oh, kijk eens. Jeetje. Forever. In our hearts. Oh, mijn god, zeg. Zo mooi. Wauw. Kijk dan. Met engelen erboven. Mooi, hè? Jeetje. Engelenvleugels. Prachtig. En er staat er dus ook gewoon een hondenpoot op. Happy kijk, house. Zei al, kijk hier. Pet your lifestyle. Ja. Die zag je ook al. Ik dacht, zijn dit nou hondenpootjes? Hondenpootjes? Ja, ik laat het niet zien. Dan. Weet je niks. Nou, echt super mooi, zeg. Jeetje. Nou, daar moet die foto in. Van die ik heb. Dat ik hem zo zie zitten zo. Oh. Heel mooi. Wap, wat vind jij ervan? Kijk eens hoe mooi. Voor zijn paikie. Kijk nou eens hier. Loen, kom er ook bij. Kunnen jullie even kijken? Zien jullie hoe mooi? Oh, kijk mooi, dan. Hè? Hier kan je dan Spike zien. Kun je gewoon Spike kijken? Spike. Zie je? Kijk hem eraan ruiken. Misschien heeft hij ook wel een hondje. Dat ja, kijk, hij is allemaal te ruiken te doen. Hey Luna. Hallo. Jij denkt, ik geef je één hand. En één vinger. Niet één hand. Één vinger en dan neem je gewoon de hele hand. Je gaat gewoon weer op de tafel lopen, draak. Allerliefste Jules. Uit Beerserveld. Dit is echt super lief. Ja. En ook, ja, zo ontzettend mooi. Dus we zullen ook laten zien. Zeker. Als we de foto van Spike erin hebben. Want het staat en hoe het eruit ziet. Maar we willen je echt super bedanken voor dit ontzettende, lieve en gevoelige cadeau. Ja, en dat heel je daar mooi al die tijd voor hebt ingestoken voor ons om dit te doen en op te sturen. Ja. Het is echt, echt overweldigend. Dank je wel. Super lief. Hele dikke kus. Namens iedereen. En hou het in de gaten. We zullen je ook opzoeken. Kijken of we je kunnen vinden. Ergens. Zodat we je een persoonlijk berichtje eventjes kunnen sturen. Maar dat komt vast en zeker goed. Ik weet het wel zeker. Vinden jullie dit ook nou super lief? Doe dan even een duimpje omhoog. Ja, want we zijn er gewoon helemaal sprakeloos van. Dat dit soort dingen gewoon kunnen gebeuren. Ja, nou we hebben ook ontzettend veel, dat hebben we vorige vlog ook al verteld. Ontzettend veel lieve berichtjes en filmpjes. Echt ongelooflijk veel. Dus dat doet ons echt goed. En het geeft de moed om verder te gaan. Want het verdriet is toch groter als ik had gedacht. Ja. Een gemist. Ik kan heel slecht doorslapen 's nachts. Ik lig uren wakker. En, we hebben wel vanmiddag een berichtje gehad van Spike. In de auto. In de auto. Dat ik vind dat we het goed doen. Dat we door moeten gaan. Want in één keer kwam zijn liedje op. Ja, een nummer kwam in één keer zo voorbij. En het was wel heel, heel speciaal ook. Dit gaat gewoon door hier. Ze daagt hem altijd uit. Komt ze hem weer ophalen? Zegt ze, kom nou spelen met mij in de bal. Kom nou. Hé. Hey. Spelen. Knapperd. Zij komt je altijd halen, hè? Ja. Ze komt je altijd halen. Komt spelen met de bal op de touw. Waar is de bal? Spelen. Waar is de bal? Pak je bal. Moet een koekje. Pak hem. Wil jij een koekje? Waar zijn de koekjes, Luna? Waar zijn de koekjes? Loen, waar zijn de koekjes? Waar zijn de koekjes? Ga kijken, waar zijn de koekjes? Waar zijn de koekjes? Ga kijken. Waar zijn de koekjes? Lopen. Ga de koekjes zoeken. Kom dan. Ga de koekjes zoeken. Waar zijn de koekjes? Zijn de koekjes hier? Zijn de koekjes hier? Ga maar een koekje pakken. Ga een koekje pakken. Ga een koekje pakken. Pak een koekje. Kun je een koekje pakken? Lo, pak een koekje. Of durf je dat niet? Zoek. Nou, ga zit. Zit. Mooi zit.
Nee, zit. Zit als een dame. Nee, zit. Ga zitten als een dame. Op het kleed. Zit. Zit. Nee, zit. Als een dame. Ja, goed zo. Wabbo, zit. Zie je dat ze gewoon niet... Ze gaat gewoon niet op die koude grond zitten, nee. Hè? Dat doet ze gewoon. En Wabbo, wat kan Wabbo? Wabbo nee. Kan... Af. Misschien nog. En nog kan je ook nog rollen. Rollen. Goed ja. Zo. En high five. High five ook. Luna kan ook high five, hè, Loen? Laat even zien. High five. Goed zo. Wabbo, high five. High five. Joehoe. High five. Goed zo, zitten. Goed je? Oh. Goed zo. Heel rustig. Oh, Demi, hij niet? 100 trainsten. Nee. Hij is klaar. Hij wil geen koekjes. Hij wil alle dingen gedaan. Hij wil geen koekjes. Oh, ik weet wel wat hij wel wil. Ja. Waar zijn ze? Zullen we jullie ook even laten zien? Oh. Demi? Die wil die wel. Die eet die gewoon bijna uit haar hand. Kijk dan. Oh, zijn niet de goeie. Zijn niet de goeie. Oh. Nee, niet? Zijn niet de goeie. Loene vreet alles. Mag ik eentje proeven? Ja. Goeie. Ja. Dit zijn de verkeerde. Die zit geen zout op. Zit geen zout op. Nee, zit geen zout op. Nee. Nou, dat wat moet je doen. Nou, deze dan. Deze dan. Wat? Geef hier maar een stukje van. Nou. Heb je nog last van de buik? Ja, misschien wel. Is? Nou, hou ook niet. Wat wou je nou snoepen? Oh, wortel. Oh, lekker. Oh. Ook niet. Ook niet. Luna wel. Luna eet alles op achter hem. Geef hem een spersieboon. Spersieboon, dan weet ik het. Nou, wat, hoe kan dat nou? Zo, hij staat wel even wispelen. Nee, ook met zijn neus. Hij drukt helemaal zijn neus. Nee. Nou, nou, ik heb geen zin vandaag. Nou ja. Geen... Wil hij niet. No zin. Weten jullie waar Wabbo last van heeft? Dat hij niks wil eten? Wij weten het niet. Nee. Soms eet hij gewoon niks. Maar je ziet het, hij is wel enthousiast. Maar nou, hij wil gewoon, hij heeft geen honger. Doe jij. Kom zit. Zit. Hallo. Ga eens even vertellen tegen de mensen wat er aan de hand is. Zeg het. Zeg, ga vertellen. Wat is? Wat is? Wat is? Zeg het, zeg het, zeg het, zeg het, zeg het. Hij zegt, ik heb gewoon geen honger. Kan dat ik niet? Ik wil niet eten. Ik kan hoef dat niks. Niet. Ik hoef niks. Ik ben gewoon... De nieuwe jij. Helemaal de nieuwe jij. Vonden jullie deze vlog nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Wij zijn heel erg blij met jullie allemaal. Dank jullie wel. En dikke knuffel en kus. En vergeet natuurlijk niet te abonneren, neem. En een leuke reactie. Dat is altijd leuk. En dan zien we jullie met de bruiloft. Oh, voornaat. Ja. Maandag met de bruiloft. We zouden eigenlijk nog een rok laten zien, maar dat doen we niet. Dat houden we nog even geheim. Precies. Toedels! Toedels.